terug in mijn eigen oude huis. Ik ben hier geboren en ik kom eventjes terug om te kijken hoe het eruit ziet. Het is toch wel apart om binnen te lopen. Ik heb hier bijna 21 jaar gewoond. En de deur zat hier zo. Hier heb een deur en een muur. Die hebben wij eruit gehaald. Die keuken is erg goed. De keuken is ook van ons. De tuin. Voor mij is die deur ook van ons. Ik ben geboren in 1971 in deze kamer. En toen ben ik van deze kamer verhuisd, als een klein lief babytje, verhuisd naar deze kamer. En op het behang was allemaal raceauto's. Mijn ouders hadden gedacht dat ik ben een jongetje, want ze hadden al vier. En ja, toen ga ik door raceauto's behangen. Hier stond een lichtje. En hier stond een aankleedkussen. En van hier ben ik verhuisd, wat ik me niet kan herinneren, naar deze kamertje. Een tijdje, maar dat weet ik allemaal niet meer. Maar dit is mijn kamer. Dit was mijn kamer voor jaren. Doe maar aan die muur. Ik had een bed, paars. Aha, aan deze muur. Deze kasten zijn de oude kasten. Ik klom er zelfs op om op de kast te komen. Ik herinner me alles. Het is heel raar. Heel raar. En ik had een ding aan de muur hangen. Een kastje, alles komt boven. En daar is het roze. Het is emotioneel, want ja, je bent hier geboren en ik heb en mijn vader is hier overleden. Maar ik zie dingen die nog steeds oud zijn, zoals die kast achter mij, dat is gewoon oud. Het is gewoon, ja, het is leuk. We sluiten dit af. Hallo. Afgesloten. We gaan verder met het leven.